programmeren eten op festivals, evenementen en zakelijke events. Ja. Wat we doen is echt eten aanbieden op een bijzondere manier. Dus we zoeken allerlei verschillende ambachtslui, cateraars, die zich specialiseren in een bepaald product en een bepaalde visie hebben en transparant werken. En van die cateraars samen maken we eigenlijk een menu, een line-up, een food line-up. Maar die vullen we ook aan met randprogramma. Dus dat kan zijn met kleine theaterdingen of spel. Maar ik denk wel dat het een hele goede manier is om mensen weer bewuster te laten eten en consumeren. En ook weer het contact met je eten en degene die het maakt te versterken. Ja. Het is een beetje de anti-beweging van een supermarkt eigenlijk. Waar dat helemaal weggehaald is.